Hey, hallo daar! Welkom bij weer een nieuw deel. En voor mijn gevoel is het gewoon super lang geleden dat ik tegen jullie heb gepraat en dat ik The Sims heb gespeeld. En voor jullie klinkt dat misschien wel heel gek, want er komt natuurlijk gewoon elke zondag een video online. Maar ik heb nu gewoon al... Nou, hoe lang zal het zijn? Ik denk 2 weken. Geen video's gemaakt en geen Sims gespeeld. Ik denk dat het 2 weken is, ja, want ik heb nu net 12 dagen achter elkaar gewerkt. Dus dat zal wel ongeveer kloppen. En dat zal wel vaker voorkomen, want ik heb de aankomende 2 weken ook echt een killer rooster. Echt een killer rooster. En Simon is bijna jarig en alles is weer eens kapot. Ja, het zal ook niet, maar het is zo. Dus hij gaat zo lekker naar school, terwijl hij heel nodig moet plassen. Is de wc boven ook kapot? Ja hoor, ze zijn gewoon natuurlijk allebei kapot. Wacht, ik vervang er één. Ga gauw de wc gebruiken, Simon. De rest ligt nog lekker te pitten. En zoals jullie misschien wel weten, is er afgelopen week een nieuwe update gekomen. En er is dus een nieuwe wereld. Nieuw cast, als ik het goed zeg. Denk ik, hoop ik. En het leek me gewoon heel erg leuk om... Vandaag, dus deze dag, met de Sims gewoon een normale dag te doen. En dan aan het einde van de dag te gaan verhuizen naar Newcast. En dan ga ik een nieuw huis bouwen. En dat komt ook in de Let's Play. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ben niet zo'n bouwer, zoals jullie wel weten. Ik ben echt een slechte bouwer eigenlijk. Ik weet niet, ik ben er gewoon niet zo goed in. Maar goed, ik wil wel heel graag die nieuwe wereld bekijken. Ik dacht, ik ga het gewoon lekker samen met jullie doen. Nee, we gaan niet koken. Want ik wil even zien of er nog wat is. Ja, gauw een portie pakken. Want ik wil heel graag met Zoe mee naar het werk. Want we hebben nog niet zo vaak met Zoe naar het werk gegaan. Wow, Marianne, lekkere woordspeling. Oh ja, sorry voor mijn gesnotten, hooikoorts. Echt heel erg vervelend. En hey, hier is het bijna vakantie. Als ik dit film, hebben wij nog... Dit is nog een normale week. Nog 3 weken. En als jullie dit zien, volgens mij nog 2 of 1 week. En dan is het al zomervakantie. Super snel gegaan weer, hè, dit jaar. Gaan jullie allemaal nog op vakantie? Of ga je andere dingen doen? Ik niet. Ik ga niet op vakantie. Ik ga werken. Zo, we zijn bij Zoe op het werk. Maar ik ga dus werken. En... Naast het werken wordt mijn huisje in de laatste week van de zomervakantie hier dan opgeleverd. En in andere provincies is het dan misschien zelfs nog vakantie. En ja, dan ga ik dus ook nog verhuizen. Dus het is allemaal druk de komende tijd. Dus ik hoop vanaf september weer een beetje rust te vinden. Alright, laten we eens even aan het werk gaan. Onderzoeken doen om een diagnose te stellen, het lichaam van een patiënt scannen en monster bij een patiënt afnemen. Alright. Hallo. Wij gaan een monster afnemen bij jou. Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar we gaan het gewoon even doen. Ah, what's the dip? Crowd Jelke. Ja, laten we hopen dat het in 1 keer lukt. Jee. Ingel, Tjefafe, Hipke. Twee. Lichaam scannen. Wie ben jij dan? Je bent ook een zorgmedewerker. Wat kom jij hier doen? We zijn niet echt vrienden. Oh, wat is dit? Het lijkt wel een zaklamp. Oh, Saar kan nu... Ze kan nu een diagnose stellen. Tof. Maar we gaan eerst nog even het monster analyseren. Hallo, wie ben jij? Je bent de dokter. Wat zijn wij eigenlijk? Wij zijn een medisch technoloog. Oeh, het klinkt wel heel spannend. Yay! Oh, ze raakt wel in de war. We gaan jou een diagnose geven. Medische... Oh, een zwakke diagnose.
We doen gewoon de gas en giegels, boeien. We doen gewoon niets. Je hebt gewoon dat. Je bent echt niet zomaar hier. Wes. Hallo, Bar. Kelke. We worden. Oké, we kunnen je behandelen. En... medicijnen. Lamies. Ja, leuk, we kunnen steeds meer. Tof. Jee, het heeft gewerkt. Ze is beter. Oeh, kijk hoe fancy ze eruit ziet. Oké, we gaan naar de volgende patiënt. Hallo. Wij gaan je oren nakijken. Gefeliciteerd worden door Valerie. En je bent een boek aan het lezen. Doe je alles tegelijk? Waarom ook niet? Oh, kijk dat licht er zo doorheen. Hè? Zo grappig. Oh, plasma. Oh, we kunnen een zwakke diagnose doen. Look mooi. Clode venables. Nog de monster afnemen. Oh boy. En de koorts meten. Jee. We worden hier echt steeds beter in. Wij gaan naar het röntgenapparaat. Ja, we moesten die dingen een keer kableren of zoiets. Ik kan het echt nog steeds niet uitspreken. Laten we hopen dat het goed gaat. Kijk, daar zie je ook gewoon echt zo'n menselijk lichaam. Rectus, abdominus en zo. Biceps, triceps. Je ziet het allemaal. Ja, dat zijn, kijk, daar worden de biceps. Zo. Ja, die zijn, zitten er ook op. De bovenbeenspieren zitten erop. De onderbeenspieren, ik weet niet meer. Ik had een 5,7 voor mijn anatomie toets. Dus ik weet alles niet zo maar goed meer. Oh, we moeten nog even nog wat meer onderzoeken doen. Want het is nog niet helemaal genoeg. Loopbandtest. Oh ja, sorry. Ik moet natuurlijk dat bij de patiënt doen. Sorry patiënt, ik weet dat je je helemaal niet lekker voelt. Loopbandtest. Kijk maar, wij gaan echt goed. We hebben de dag gewoon al. We gaan echt zo goed. Run baby, run! Run, 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 run. Yay. Ja, maar we hebben je lichaam al gescand hoor. We gaan jou een overtuigende diagnose geven. Dat is sterrenoogjes. Waarom worden wij gefeliciteerd door Valerie? Ja, ik snap dat je honger hebt. Maar we gaan eerst de patiënt behandelen. Oh, ze moet eerst in een bed liggen. Ja, nu gaan we even een diagnose doen en dan mag jij eten. En de patiënt mag handelen. Ja, de ziekte is behandeld. Vet goed, jongens. We zijn er goed. Oké. Wij gaan even wat lekkers kopen. We gaan een BLT sandwich eten. Ja, joh. Over een uur zijn we klaar. We gaan ook geen patiënt meer behandelen. We nemen gewoon nu onze welverdiende pauze. We kletsen ondertussen even met jou. Kijk, als je tegenover elkaar zit, kun je ook beter met elkaar kletsen. Oh,
Ja, we hebben gewoon lekker veel geld verdiend. Ja, we zijn thuis. En Simon is er. Lekker met Simon kletsen. En wacht even tot iedereen weer thuis is van werken. En dan gaan we verhuizen. Maar ik wil alvast even wat spulletjes in de... Wat hebben wij veel, ja, al. Even wat spulletjes wil ik in de familieinventaris plaatsen. Ja, of scheikunde lappen ook zo. En dan gaan wij voor Simon, en die gaat lekker even wat eten. En dan ga jij even je pop art schilderij afmaken. Wow, Jordan. Wow, dit is een meesterwerk. Wow, wat is dit dan? Wow, hij is wel vet veel geld waard. Even die leuke foto's allemaal. Van de muur. Jij bent echt super sportief. Je hebt ook honger. Nou, hij gaat al wat eten. En die gaan we even repareren, just for fun. Want we moeten nog even wachten tot Dean terug is. En die is terug. Wow, we hebben vet veel geld verdiend. Vet nice. En Dean laat ik ook nog even wat eten. Voordat we gaan verhuizen. En iemand zei, ja, laat Dean dan even met een alien, joh. Laat Dean dan even met een alien. Tenminste, zo stond het in de reactie. Dat heb ik ervan gemaakt. Ik ga mijn best doen. Want het lijkt me super grappig als Dean een relatie krijgt met een alien. Zo, die foto nog even in de inventaris. En... hij is aan het gamen. Even kijken hoor. Ja. Huishouden, verhuizen. Tenminste, mijn spel is als het goed is geüpdate, dus ik ga ervan uit dat de nieuwe wereld er is. Verhuizen. Willow Creek. Oasis Spring. Magnolia Promenade. En Newcrest. Laten we hem openen. En hier kun je dus je eigen woningen maken. Dus je kan het hier helemaal zelf bouwen. En ik denk dat ik deze familie hier neerzet. Er zullen dan wel misschien wel wat minder Sims zijn. Maar ach. Misschien vinden jullie het leuk om voor mijn nieuwe wereld, of voor deze nieuwe wereld, Sims te maken. Vinden jullie dat leuk? Ja, why not? Oké, aan jullie de opdracht. Maak een leuk gezinnetje voor in deze wereld. En zet die op de uitwisseling. En hoe gaan we dat even doen? Twitter het naar me. Zullen we het naar me twitteren? Ja, mijn Twitter account staat in het ding. Staat onder in de beschrijving van deze video. Twitter je familie naar me. En als je geen Twitter hebt, mag je het ook via mijn Facebook pagina doen. Ik kies dan 3 families die er mogen gaan wonen. Vind je dat leuk? Let me know. Oké, wij gaan verhuizen. Daar gaan we naartoe. We zijn er en ik gooi hem meteen in de bouwmodus. Wow, kijk die omgeving. Super mooi, kijk dan. Dit vind ik echt mooi. En we hebben ook weer de goede kavel uitgezocht, zie ik. Oh, nice. Ik ben blij. Ik ben hier echt blij mee. Dit is de voorkant, dus hier gaan we het huis ook maken.
En ik kijk eens wat ik allemaal heb. Ik heb echt al heel veel gekregen, dus we moeten natuurlijk wat hiervan gaan gebruiken. Ik heb celdeuren. Ik weet niet wat ik met celdeuren moet, maar ik heb ook het scheikundelab. Een celbed. Ik heb echt alles voor een cel. Wat is dat? Reageerbuis. We hebben ook een reageerbuis. Ik vind het tof, jongens. Het röntgenrek. Ik vind hem echt helemaal tof. Oké. Zoals jullie weten, ik ben geen goede bouwer. Ik wou er eerst een speedbuild van maken, maar ik denk niet dat mensen dat waarderen of zo. Ja, of jullie waarderen het niet dat ik ga bouwen in de Let's Play. Maar aan de andere kant, misschien vind je het ook wel leuk. Ik neem gewoon de gok. Vind je het niet leuk? Sorry. Oké, ik wil wel een leuk huis met een veranda. Maar het moet ook niet te veel geld kosten, want ik wil dus niet cheaten. Tenminste, ik ga geen geld cheaten. Nee, ik moet nog verder naar achter. Zo. Ik ben maar gewoon wat aan het proberen, jongens, hoor. Kijk, die vogels. Ik wil een fundering hoogte. Ja, het moet wel een beetje terug. Dit is niet mooi. Eentje verder. Nee, het klopt nog niet. Nu klopt het wel. Wow, de moraal van het verhaal, deur, coole deur. Even kijken hoor, dat is de commerciële dubbele deur. Oh, roze voordeur, nee. We doen gewoon deze. Niet te moeilijk, niet te simpel, gewoon normaal. Oké. Doe de witte trap. Ja, ik vind deze op zich. Ik kan beter deze doen, want dan kan ik meer kiezen. Deze kleur. Want ik hou echt wel van een beetje hout en zo. Mooi, 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 mooi. Happy with it. Yes, 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 yes. Ja, leuk. Ik weet niet of dit leuk gaat lijken, maar ik ga het gewoon proberen.
Oh, het wordt wel moeilijk. Met het dak. Nee, het wordt wel moeilijk met het dak. Even kijken. Zo. Ja, of... Nee, dat wilde ik niet. Maar... Dan zit ik wel met die trap. Ja, of ik doe nog één zo... Laten we dan nu het dak eens proberen. Ik wil een puntdak. Ik vind een puntdak mooi. Oh. De vogeltjes zitten in het huis. Zo. Oh, dit ziet er echt niet uit. Nee, dit er lijkt ook helemaal niks. En dan hebben we hier een terrasje, dat vind ik wel heel leuk. Een dakterrasje. Je kan er alleen niet heen, want de trap staat in. Oh jawel, we kunnen hier een ding maken. We maken nog even een trapje. Zo. En de trapleuning. Ik vind deze mooi. Dit is mooier. Zo. In deze video doe ik gewoon vooral de buitenkant en de muren. En dan in de volgende aflevering ga ik ook echt de binnenkant maken en zo, jongens hoor. Even kijken hoe dit zit. Ziet het eruit? Als ik... Nee, dat ziet er echt niet uit. We doen hem zo en dan doen we dit stukje muur weer weg.
Nee, dat ziet er ook echt niet uit. Oh, die doen we ook weg. Dan doen we het zo. En als we dan de... Wij zullen we de deuren doen. Zo, hier nou de keuken maken. Dat de woonkamer en dan doen we dit weg. Ik ben echt niet tevreden. Weg. Ja, wat als we die deuren nou... Ja, hier doen. Of doen we het zo, dat het wat breder is. Wat we ook kunnen doen, is een open woonkamer. Wat we net ook eigenlijk hadden. Open woon- en eetkamer. Want ik... Nou, ik kijk nog wel wat ik ermee doe. Ik weet het nog niet. In elk geval... wil ik hier slaapkamers... Dit wordt in elk geval een slaapkamer. En die ook. Oh. Even kijken hoor. En dan wil ik... Slaapkamer 1, slaapkamer 2. Slaapkamer 3 ziet er wel echt als een rechthoek huis, maar oké. Het is niet anders. En dit is een badkamer. Maak hem ietsje groter. Zo. Moeten we even duwen. Hebben we niet echt een schuifdeur of zo? En een hekkie. Kan ik ook een los hekje? Ja. Zo. Ja, het moet echt zo. Dat is jammer. En raampjes. Nee, ik vind dit soort ramen heel mooi. Ja.
Dat zijn in elk geval leuke raampjes. Zo. Ja, dat is leuk. Me like. Dit vind ik zo'n leuk wc-raampje. Even kijken. Lastig, want ik wil het. Oh, dat is echt net ziekenhuis. Ik vind die stenen niet zo mooi. Ik weet niet, jongens, is dit mooi? Misschien dit dan, even dit proberen. Ja, ik vind dit mooier. Ja, dat is beter. Oh, dat komt door het licht. Ik denk, wat schijnt dat er raar op? Zo. Even kijken hoor, ik hou wel van een beetje gekleurde gekke boompjes. Maar ook niet te groot. Nou ja, dat komt later ook wel. Ja. Ook niet mooi, maar dat rood staat er ook niet bij. We doen het zo, dan, dat is wel een beetje weer een beter contrast of zo. Alright. Ik ga hier eerst mee de video afsluiten. En in de volgende video gaan we verder bouwen en Simon zijn verjaardag vieren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik hoop dat jullie het bouwen een beetje bevalt. Want ja, ik neem deze video's natuurlijk eerder op. Dus ik weet niet zo, of ik kan niet zo goed peilen wat jullie mening er dan over is. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. In elk geval, heel erg bedankt voor het kijken. Als je bijna vakantie hebt, of als fijne vakantie. En ik zie je snel weer. Doei doei!